Ik wou gezien en gehoord willen worden als stille rapper met mijn geschreven teksten. Het begon in 2010, toen destijds had ik contact gezocht bij rappers. Ze zeiden, nee wil ik niet enzovoort, nee had ik en ja kon ik krijgen. 2013, 3 jaar later had ik me opgegeven voor op tv met het programma Je zal het maar hebben en meegedaan. Samen met Valerio en Boef en de Groezeerde Aap. En 2014, 1 jaar later had ik een mail gestuurd aan straatvoetballer Sofiane Touzani, nu profvrijstieler met de bal. De volgende ochtend had ik een mail terug. Goed bericht, ik vroeg aan hem of hij mijn tekst wou rappen en clip wou maken. Hij zei, natuurlijk en clip klaar en staat op YouTube. Check stille rapper voor Touzani FDM's. En ondertussen heb ik meegewerkt met legendes, zoals met Extenasse, Def Benko, Tim Beumers, MC Stef, MC Checka. En in 2017 was ik gevraagd door Sofiane of ik 2 afleveringen op TV wel mee zou willen doen bij Tiki Taka Touzani. Was geen probleem. Om in het kort te vertellen. Elk jaar is er Fati Cup, is opgericht door Touzani. Ik heb Boef ontmoet op Fati Cup 5e jaar 2018, door Touzani. Was erg gruwelijk en leuk. In 2019 ontmoet ik RVP op Fati Cup 6e jaar. En ik het heb voor een oud schoolgenoot een track uitgebracht, samen met Dobbeltje. In 2020 ging Fati Cup 7e jaar helaas niet door, vanwege corona COVID-19. Daarvoor nog heb ik een track samen met Quaro uitgebracht. En in lockdown heb ik met 1K samengewerkt, een track gemaakt. In 2021 kwam rapper Doggy en rapper Ommerta 038 hier bij mij. We hebben toen met z'n 3 geschreven en opgenomen en binnenkort komt de clip. Peace love props stille rapper. En ik blijf